liggen tegen Cissé. Die loopt gewoon over de lijn. Met de bal. Kaas naar Gunter Verjans. Deze een Bonabucha. Daar is Buvens. Goed tweevoetig Chris Buvens. Hij kan zowel links als rechts aardig uit de voeten. Dit was eigenlijk het eerste goede schot in de wedstrijd, Buvens. Strakke winst staat in het voordeel van Sint-Truiden. Misschien kunnen ze daar in de eerste helft van profiteren. Mooi pakje van Benji de Keulaar voor Gunter Verjans. Dat is de voorzet. En dat was een enorme kans voor Jochen Jansen. Wat een kans. Heel goed uitgespeeld en mooi wat Benji de Keulaar daar doet. Hij geeft de ruimte aan Gunter Verjans die de bal mooi vrijmaakt en laag inspeelt voor Jochen Jansen. Excellente redding van Yves, hoekschop uiteraard. Daar komt die bal, weer een hakje. En Vijs nu klem vast. Thomas Kaars. Jochen Jansen, deze een van Abucha. Buvens. Hij gaat nog eens proberen en die gaat erin. Yves verrast. Chris Buvens opent de score 1-0 voor Sint-Truiden. Drie competitiewedstrijden lang hebben ze niet kunnen scoren. En nu na 323 minuten toch dat doelpunt. Vijs die zich miskeek op die bal. En Buvens de topschutter bij Sint-Truiden met zijn vijfde van het seizoen. 1-0 de voorsprong voor STVV. Bonabucha. Goed af voor Buvens. Jansen de Keulaar. De druk van Kubik. De Keulaar. De redding van Vijs. Ze heeft zijn werk al gehad. Het is een hoekschop. Buvens bij de stilliggende bal. In de box. Gekopt. En zeker niet slecht gekopt door Thomas Kaars. Maar Vijs alweer paraat. Chris Buvens. En Thomas Kaars met het hoofd. Daar is Vijs. Verjans komt. Terug naar Peter Voets. Jansen, goede kopbal. Maar net naast. Sint-Truiden heeft controle over de wedstrijd. Heeft 1-0 op zak. Hij moet eigenlijk niet echt diep in de krachten gaan om de partij hier onder controle te houden. Goeie 7 minuten van de rust. Chris Buvens. Franken. En daar is de Keulaar. En Vijs snel uit zijn goal. Chris Buvens. Franken naar binnen. Keulaar vond niet de controle. Ik denk niet dat Vijs er uiteindelijk aan geweest is. Hussein. Met Van Voets. Bello komt helpen. Tishuba. Hussein. Komt de voorzet, dat is geen slechte voor Sergeant die terugkrijgt. En Suleiman. Voor het eerst Antwerp, we hebben er lang moeten op wachten. 41 minuten, maar het is dan ook een uitstekende kans. De voorzet van Hussein is heel goed en de teruglegger van Sergeant ook. Pech voor Antwerp dat Belic ertussen zit. Suleiman miste de kans. Hussein gaat de vrije trap nemen. Wordt geduwd en getrokken langs alle kanten. Nu kan toch die vrije trap komen. Weggekopt door Dello. Cissé. Goeie knal. Oh, wat een schitterende goal van Cissé. Wat een prachtig doelpunt. Met een beetje geluk, dat zal wel zeker. Maar een schitterend doelpunt. En Antwerp komt al bij al wel goed weg na die eerste helft door. Bij die 1-1 stand. Dat is pech voor Sint-Truiden. Kijk hoe Cissé die bal uit de lucht haalt. En die gaat schitterend in de kruising binnen. Daar kan Belic echt niks aan doen. Een prachtige streep door de Truijense lucht. Getrokken door deze man, Mohamed Cissé. Hussein. En einde van de eerste helft. 1-1 de ruststand dus. En Antwerp is daar goed mee bedeeld. Mooie goal van Cissé, dat wel. Hussein probeert mee te pikken. En probeert voorbij Haaien te geraken. Moussa. Moussa. En Belic in de korte hoek. Eerste kans, tweede helft. Een wissel bij Sint-Truiden.
Bram van Geel is erin gekomen voor Benjamin de Keulaar. Daar nog eens Hussein en Moussa. Belic houdt de 1-1. 3,5 minuut in de tweede helft. Sishuba bij de corner. En net naast gekopt door Suleiman. Jokke Jansen. Jansen. Afgeweerd door Ifeis. Nou, zo hebben we toch al een paar kansjes gekregen in die tweede helft. Jokke Jansen. Daar is Van Geel. Ifeis kwam snel uit zijn goal gegleden. En pikkelde die bal weg. Jokke Jansen doorgetikt naar Bram van Geel. Vijs speelt een goede wedstrijd tot dusver. Sishuba. Moussa. Voorbij Dello. En Antwerp speelt de bal goed rond. Houdt de bal voornamelijk in de ploeg. En het vuur is er een beetje uit bij Sint-Truiden. Sishuba. Met Wong die aan de tweede paal komt opduiken. En Hussein ook nog. Hier is Suleiman. Moussa. En Wong met de kans. Oh, wat verkwanselt hij die. Was blijkbaar zelf geschrokken dat hij zo echt bijna oog in oog stond met Dusan Belic. En dan legt hij simpel dat balletje bij de doelman van Sint-Truiden. Dit had eigenlijk de 1-2 moeten zijn. Sergeant. Sergeant nog. Tony Sergeant. Hussein. Hussein. En afgeblokt. En nu een countermogelijkheid voor Sint-Truiden. Jokke Jansen. Richting Buves. Kan hem meepakken. Buves weg van Kubik. Buves als hij kalm blijft. Tik, maar geen strafschop, zegt Luc Melot. Geen penalty voor Sint-Truiden. Kubik in duel met Buves. Ja, laat zich makkelijk vallen hoor. Zag ook dat Vijs daar in de buurt stond al. Thomas Kaars. Frians. Wouter Franke. Wil inspelen voor Bonabucha, die zich toch nog bij de bal vroet. En dan een overtreding. Suleiman op Wouter Franke. De vrije trap komt eraan. Jokke Jansen. Mooi! Oh, knappe goal! Onderkant lat. 2-1. Sint-Truiden had het moeilijk in die tweede helft. Maar maakt toch die verlossende 2-1. Jokke Jansen mooi gedraaid. Onderkant lat. Geen verhaal voor Ifeis. Zijn grijparmen waren te kort om nog bij die bal te komen. Jansen ook zijn vijfde van het seizoen. Over het geheel van de wedstrijd is die voorsprong voor Sint-Truiden natuurlijk wel verdiend. Sergeant. Suleiman. Hussein. Hussein, daar is Sergeant met een goede kopbal. Belic met een geweldige redding. De bal is nog niet buiten, nu wel. Hoekschop voor Antwerp. Tony Sergeant op aangeven van Hussein. Goeie kopbal, goed gericht naar de hoek ook, maar Belic was attent. Antwerp heeft nog eventjes alles in de strijd gegooid, maar daar nauwelijks kansen kunnen uitpuren. Hussein met de lorge. Toegevoegde tijd is bijna opgebruikt nu. Melot kijkt op zijn klok. En heel Sint-Truiden beeft toch nog even. Belic. Het is afgelopen. Jacqui Matthijssen, wat een opluchting. Een deugddoende thuisoverwinning voor Sint-Truiden. Ze hebben het op Staaien nog niet al te best gedaan dit seizoen. De derde zege na de scalp van Brugge en Lierse grijpen ze nu ook die van Antwerpen. 2-1 de overwinning.